In deze video leer je het paagpatroon 2-count, wat ik nu al leer, en straks ook het paagpatroon 3-count. En dat doe ik vandaag samen met Sophia. Hoi, mijn naam is Daniel. Tada. Welkom bij Circus Expert. Bij het paaspatroon 2-count, dat wordt ook wel eens genoemd sjouweren of elken, gooi ik elke kegel met mijn rechterhand. Elke rechterworp is een paas en elke linkerworp is een self. En het ziet er als volgt uit. Paas zelf, paas zelf, paas zelf, paas zelf. En we noemen het 2-count omdat het eigenlijk elke tweede worp is. Dus het is 1, 2, 1, 2 of paas 2, paas 2. Er zijn een paar dingen waar je op kunt letten om het jezelf gemakkelijker te maken. Allereerst is het tempo een beetje rustig houden. En het is heel aantrekkelijk om met je linkerhand ook naar voren te gaan gooien. Moet je echt opletten dat je linkerworp voor jezelf blijft. Dat je hier zo die in de buurt houdt. Niet dat ze allebei naar voren gaan. Die linkerworp die gaat over mijn rechterworp heen. Dus die gaat niet hier en dan gaat de andere ervoor langs. Nee, die gaat er overheen en de rechterhand komt er onderdoor. Dus let nog een keer goed op. Paas zelf. Ik gooi de rechterhand onder mijn linkerhandkegel heen. Ik kan dus de linkerhand naar voren gooien, maar dit maakt het moeilijk. En nu heeft Sophia heel veel moeite met het vangen van mijn kegels. Als ik ze netjes gooi, gaat het een stukje makkelijker. Dat is de 2-count. Maar de 2-count is een paaspatroon wat je alleen met de rechterhand doet. En vaak bij jong leren is het leuk om links en rechts te combineren. Moet je er een klein beetje over nadenken. Ben je meer met je hoofd bezig en daarvoor hebben we patroon 3-count. Bij 3-count gooi je zowel rechts als links. Want als ik rechts, 2, 3 en paas weer doe, is mijn linkerhand aan de beurt. En om dat te oefenen, begin ik eventjes met weer één kegel per persoon. Want mijn linkerhand die oefen ik niet zo vaak in paas. We beginnen allebei rechts, dan gooi je die tegelijkertijd over. En dan zonder te wisselen van hand, hebben we nu allebei een kegel in onze linkerhand. En kunnen we met links een keer over. En weer rechts. En weer links. Oefen dit goed, want je wil straks dat die linkerworp perfect gaat. Anders is het heel moeilijk het in een paaspatroon te stoppen. Dus je kunt elkaar feedback geven. Als je linkerworp nog niet goed is, zeg je wel, ik wil hem ietsje hoger, een beetje lager of ietsje verder. Als het goed gaat, gaan we over naar 6 kegels. Voor het gemak heb ik nu een andere kleur kegel genomen als eerste worp. Je zult zo meteen zien, het is steeds de oranje kegel die heen en weer gaat in een 3-count. Hoog, laag, paas, 2, 3, paas, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Als je alsmaar doorjong leert, heb je altijd rechts, links, rechts, links. En daarom komt vanzelf, komt bij de derde worp, is een oneven getal, komt je linkerhand uit. Dus als het goed is, heb je steeds je rechterhand en dan je linkerhand. We doen nog een keertje voor. Paas, 2, 3, paas, 2, 3, paas, 2, 3, paas, 2, 3. En voor heel veel ingewikkeldere paaspatronen is het heel erg goed om te kunnen jongleren met je linkerhand. En ook om te kunnen weten hoe je links en rechts mixt. Dat waren mijn tips voor pasen in 2-count en 3-count. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer patronen, dus als je interesse daarin hebt, kijk vooral in de andere filmpjes op ons kanaal. En abonneer je en like deze video en dan maken we er sowieso nog een paar meer. Fijn dat je keek. Tot ziens. Dankjewel.